welkom weer op een gloednieuwe vlog. Weer al met een quarantainedag. Ik weet niet meer juist de hoeveelste voor mij, maar het begint wel echt te vervelen. En de straatverlichting staat aan. Schat, en vergeet iets te vermelden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Ik ben nog iets vergeten te melden. Wat dat dan? Kijk eens naar de datum. Dat we een half jaar samen zijn. Mm-hmm. Dat is ook weer waar. Dus kijk eens. Ja, ze is ook nog altijd bij mij in de quarantaine. Ik wou wel iets heel leuks gaan doen, maar het gaat jammer genoeg niet door. Omwille van de quarantaine, maar na de quarantaine gaan we wel iets heel leuks doen. Wij zijn namelijk, zeg het maar schat, een half jaartje samen! Toppie! Zie eens hoe blij dat ze is. En hoe lang is de langste relatie wat je al ooit hebt gehad? Zet ook maar eens tegen de kijkers. 3 maanden. Dus ik ben nu eigenlijk officieel de langste relatie bij jou. Ja. Maar nog niet bij mij. Jammer genoeg niet, nee. Bij mij is het een 1,5 jaar geweest dat ik bij iemand was samen. Correctie, ik heb een soort van relatie gehad van 1,5 jaar, maar dat was wel een flikkerlicht relatie. Dus eigenlijk kan je dat geen relatie noemen. Hoeveel keer was het dan aan en uit en aan en uit en aan en uit geweest? Om de 2 maanden. Om de 2 maanden. Maar dan doe ik het nog beter, schat. Maar bij hem was het zo. Hij ging ook mij bedriegen en zo. Dus ik gaf hem telkens weer een kans, terwijl ik wist dat hij mij bedroog. Ja. En bij mij was het dus zo. Dus mijn allereerste relatie was ook een klipperlicht relatie. Om de beide heeft dat wel 2,5 jaar geduurd, dus die relatie. Maar met alles met elkaar samen te tellen, of we echt samen zijn geweest, is 1,5 jaar. En waarom ging het daar eens een keer uit, dat wil ik ook aan haar vertellen en ook aan jouw kijkers. Dat is, ze zegt, ja, ik heb geen vlinders meer in de buik, dus ik heb ook geen gevoelens meer, dus ik maak het uit. De vlinders, die komen en die... gaan. Maar de gevoelens... die blijven staan. Voilà. Ook in de moeilijke tijden. En dat besefte zij niet. Ik ga ook geen namen noemen, dus voor haar ook wat nog altijd te beschermen. Hm? Dus we moeten geen namen zeggen, hè. Voilà, bij deze. En trouwens, ik heb ook een soort van relatie gehad met een dakloze. Maar ja, daar heb ik wel meteen... uitgemaakt toen ik wist dat hij dakloos was, want ik ga niet met iemand een relatie aan die dakloos is. Voilà. En ik zit hier mooi in een appartementje. Ja, mijn kast staat nog op, ik zie ik. Van mijn tassen. Schat, ik hou van u. Ik hou ook van jou. Wat gaan we doen om de kijkers gelukkig te maken? We gaan ook straks, dus ik heb vandaag niet veel voor op te nemen. Sorry daarvoor, kijkers. Maar we gaan wel een Q&A opnemen. En die kan weer al tot 1,5 uur duren. Dus daar gaat een vlosje zijn van onderbijlijk 3 kwartier staan. Dat is toch ook wel weer mooi, hè? Ik dacht dat we ook iets leuks gingen doen voor ons samen zijn. En wat we in huis kunnen doen. Heb jij dan iets in gedachten? Nee, maar daar ben jij wel goed in om iets te vinden voor een huis. Op internet kun je van alles vinden om een huis te doen wat ook leuk is voor de kijkers. Ik weet het niet. Daarom bestaat internet. Ik weet dat echt niet, schat. Schat, ik wil iets leuks doen op ons halfjaartje samen te zijn. Dus ga het iets bedenken. Wat ik had bedacht, wat eigenlijk niet uit kan gaan komen, is... ik wou je meenemen naar een etentje. Maar dat doen we al vaker, dus dat is niet echt feest voor mij. Ik weet het niet. Ik moet dat nog bezien. Oké, kijkers, we houden het nog te goed van het halfjaartje samen zijn... En
als we iets leuks gaan doen, dan is dat voor ons een halfjaartje samen te zijn. En dan krijgen jullie dat zeker te zien. Ja. Want je moet denken, ik zit hier nu al echt bij mijn thuis, zonder werk. Dit is echt mijn derde week al, hè, mensen. Mijn derde week. Dus vanaf volgende week maandag zit ik hier echt een maand thuis, hè, zonder werk. En hoe lang dat het nog gaat duren, dat weet ik niet. Nee, maar je hebt... Ja, zeg maar. Je hebt wel gebeld met de BWL, hè? Ja. En wat is daarop uitgekomen? Dat ze per stukjes toch nog proberen iedereen aan werk te krijgen, maar het gaat moeilijk worden. Oké, want dat had je mij zelfs nog niet verteld. Voilà, bij deze weet je het nu ook. Dus het gaat nog even duren dat ik hier nog blijf. Kort zot. Ik hoop dat de quarantaine heel snel die tijd wordt opgegeven. Dat we zo eens iets leuks terug kunnen gaan doen buiten. Want het is zo schoon weer buiten. En je mag niet buiten. Met de bossen. Ja, mensen. Ik ben eigenlijk een soort van natuurmens. Als ik ga wandelen met mijn oma en met mijn papa, dan ga ik meestal in een bos wandelen. Of waar heel veel bomen staan en heel veel planten staan, zoals pokrijk. Maar ik ga haar ergens eens heel mooi meenemen. Maar ja, weet je, ik word van de natuur heel rustig. Maar moest er nu alleen maar huizen staan, dan word ik niet rustig. Dus dat is echt alleen maar in het natuur. Ze is een natuurmens. Ja. En jammer genoeg kunnen we nu niet gaan lopen. Of op zijn Belgisch gezegd gaan wandelen. Ja. Allee mensen, ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yo! De mensen. Yo! Ik heb redelijk wat koppijn. Dat komt gewoon omwille van dat ik te veel achter mijn pc de laatste tijd heb gezeten. Waar ik dus eigenlijk niet meer gewoon ben. Ik heb ook even een dokter gebeld. Niet om te zeggen dat ik corona heb. Kan ik eens iets doen? Oké. Okay. Ja. Dus ik heb geen corona, maar ik heb gewoon echt waar ontzettende koppingen van gekregen van gewoon voor die twee beeldschermen daar te zitten, hè. Echt waar, voor die twee beeldschermen daar te zitten. En mijn schatje gaat mij ook wel een klein beetje verzorgen. En ja, ik heb spaghetti gegeten. Dat heeft me ook even wat deugd gedaan. En ja, ik ga nu wel rusten. Echt waar. Mensen die ook al op de Discord ook al hebben gezien dat ik daar heb getaped van ja, dat ik me niet echt 100% voel, hebben mij al heel veel sterkte gewenst. Ah wel. Bij deze. Heel fel bedankt. Echt waar. Oh, dat deed niet voor mijn oog. Wat? Ja, dit zon kwam in mijn oog. Oei, sorry schat. Ja, dus mijn schat gaat mij ook wel wat verzorgen. Dus we zien wel. Voilà. Echt, sorry dat het zo'n korte vlog is geworden. En ja, we gingen normaal gezien ook een Q&A opnemen, maar dan moet ik weer al achter die pc-schermen kruipen. Of achter een laptopscherm. Nee, dat is echt afgeraden. Op doktersadvies. Dus ik ga het doktersadvies volgen. Dan kan ik morgen deze vlog ook al direct integraal ook al in elkaar steken. En dan, ja. Ik zie hier ook dondervliesjes op. Kijk eens hier. Hier zit er eentje. Eens kijken als ik het ook zie. Ja, hier zit er eentje. En hier zit de eerste mug al. Dat is niet goed. Als ik mijn vinger vind. Zit hier de eerste mug. En muggen kunnen ook de corona overdragen naar andere mensen toe. Omwille van die pakken bloed van iemand. Prikken weer bij iemand anders. En ja, en zo gaat de ziekte ook weer al verder. Ik heb geen corona, ik heb gewoon nog maar koppijn. Dus dan weten jullie dat. Vergeet geen blauw duimpje om moeten doen. Vergeet niet onderaan te abonneren op mijn kanaal. En klik ook alsjeblieft op het belletje. Dan blijven jullie ook op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe video online gaat komen. Ik ga nu naar een tas. Nee, niet eerst al afvalspak doen, want ik moet uit op thee.
Ik zet die op de toog. En dan ga ik nog een warme teken nog opmaken voor mijn schat. Nu nog niet. Maar mag ik de waterkoker al opzetten? Nee, nu nog niet. Ik heb nu nog geen zin in thee, maar ik wil zelfs wel nog misschien thee. Oké. Tot morgen allemaal. Ciao. Hoi mensen. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Timothy Reemers en ik trek de gordijntjes open weer van een quarantainedag. Maar deze gaat nu naar Attekonne toe. Dus ja, we zijn niet in quarantaine geplaatst. Maar dat noemen ze hier zo in België van quarantaine. Dat we toch niet uit België mogen. Dus dan ga ik maar eens boodschapjes doen. Hè. Twee dingetjes ga ik halen. Mondspoeling, handen, ja, handzeep, want die is ook bijna op, dus en wij moeten die zeker veel gebruiken. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Iedereen, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En ja, het gaat niet zo goed voor mij. Nou, dat geef ik wel al eerlijk toe. Ik ben al wat versnuift. Kijk maar. Wacht, hè. Hey. Ja. I love you too. Voilà. Wat zie je, mensen? Voilà. Een hele snotvalling. Oh, oh. Maar voor de rest, alles oké. Okay. En nu naar Attekonne toe, want ik heb mijn saltuutjes daar besteld. Dus die ga ik daar ook afhalen. Maar eerst ga ik richting... ben aan het denken. Carrefour. En van Carrefour ga ik richting Attekonne. En dan van Attekonne terug richting hier. En dan van hier leef ik ook hier. En dan kan het zijn dat we vandaag de Q&A gaan doen. Dus, het is in hoe mijn gezondheid is. Ja, en de stoeltjes staan hier ook weer op buiten. Even zijn aan mijn buurvrouw. Voilà. Goedemorgen. Oei, oei, oei. Ik ga even afsluiten. Joe.